aan de slag. En om 6 te installeren heb je in ieder geval Node nodig. Dit kan je eventueel, als het nog niet aanwezig is, hier vandaan downloaden. Je kunt het ook constateren of je dat hebt. Ik zal dat even voordoen. Ik sta daarvoor een terminal op. Windows-gebruikers gebruiken nu de opdrachtprompt. En ik kan bijvoorbeeld zeggen of vragen de versie van Node Package Manager, want dat is hetgeen wat we van Node gebruiken. Node Package Manager -v. En dan zie je dat ik hier 6. Ik heb dus Node Package Manager. Dat is dus voldoende. Ik kan daarmee ook dus 6 installeren. Ik ga dan dus met npm aan de slag. Npm. Install. En dan globally, dat is een flag, dat is dus een extra attribuut om te laten vertellen dat je dat 6 wat je dan wil installeren globaal doet. Ik doe eventjes hier zo even wat groter. Dus npm install -6. Soms is daarvoor ook nog het sudo wachtwoord nodig sudo commando nodig omdat je dan als je globaal ook installeert ook dus waarde moet zijn. In dit geval ga ik het nog even zonder sudo proberen, maar anders was het hier sudo geweest en dan npm install. En dan moet je het wachtwoord opgeven. Ik denk dat ik nu al beheersrechten heb, dus ik kan dat nu zo proberen. En dan zou het dus een aantal pakketjes meegedaan is het ook weer. Als ik dus hier 6 -- version intik, dat had ik ook eerst moeten doen natuurlijk, dan kan ik ook zien dat hij hier dus 1.26 heeft. Dus hij is dan geïnstalleerd. En dan kan dus het feest, zeg maar, beginnen. Wil je met 6 gaan werken, dan moet je dus ook 6 zelf in jouw map, in je projectmap willen werken. En daarvoor moeten we dus ook eerst naar die projectmap toe gaan. Daar moeten we naartoe switchen. Dus je kan met de terminal of met de command prompt met change directory. En we gaan eventjes met de map die hier zo zit. Hier zit mijn CSS in dit geval in. Ik ga nu even naar mijn projectmap, CSS training. Die ga ik hier dus bijpakken en daar naartoe gaan. En dan geef ik hier een enter. En dan zie ik hier aan mijn prompt ook dat ik daar ook in zit. En op dat moment is het zaak om te gaan beginnen. Ik ga eerst maar even een mapje maken. Als dat er nog niet is. Dan gaan we nu even naar onze editor. We hebben hier al een map CSS. En ik maak nog even een nieuwe map. CSS. En ik maak daarin een nieuw bestand. En dat nieuwe bestand heet bijvoorbeeld main.scss. En dan zie je ook het logootje, dat we hier het logootje van 6 krijgen. En 6, je kan al die documentatie natuurlijk ook hier vinden. Ik zal hier nu een sluiten. Ik heb hier dus hoe je het installeert. En dit is ook het 6 verhaal. En dan kunnen wij straks ook hier naar de documentatie gaan kijken. Of naar Learn 6 kunnen we gaan kijken. Dan kun je ook alles weer terugvinden. Goed. Daar ga ik voorlopig nog even niet aan werken. We gaan straks kijken of we dat gaan werken. Maar we gaan eerst 6 opstarten. En 6 compileert dus bestanden. Dus hij maakt uit deze main SCSS, maakt hij als het goed is straks, een, in het CSS een, ook nog een mapje. Ik kan er ook nog een nieuw document in maken. Ik maak er hier een nieuw document in en dat is bijvoorbeeld style. .css. En je kunt daar dus elk ding voor vinden, hier zo. Ja. En die gaan we dan dus gebruiken. Nou wordt het een beetje spannend van al die versies die wij de laatste jaren gezien hebben, hoe we dat dan kunnen doen. Maar we gaan aan het kijken of we dat zo willen gaan werken. We gaan hier werken met 6.
En ik heb ook die style CSS heb ik hier ook gekoppeld aan mijn document. Hè. Dus dan kunnen we ook snel vinden of dat al een beetje gaat werken. Maar om eerst maar even zorgen dat hij dus gaat kijken en gaat compileren. En dat is met het commando min min watch. Min min watch. En dan geef je dus het pad aan CSS slash main dot CSS. En dan is het heel vaak geweest in ieder geval dat er een dubbele punt in moet. Maar de laatste keren dat ik het heb gedaan, heb ik dat dus niet gedaan. Is het gewoon een spatie. En dan is het CSS, de CSS map. En daar zit dus style.css. Ik geef die enter en dan staat hier dat die watching is. Dus dat is dan gelukt. Ctrl-C zal dan dat hele watchen hier in deze terminal eindigen. Dus als ik hier bijvoorbeeld iets intyp met een variabele achtergrond of zo. Achtergrond is, nou bijvoorbeeld pink. Dat is niet is, hè, dat is gewoon dubbele punt natuurlijk, hè. Dubbele punt, pink. En dan een punt komma. Dan heeft hij een variabele aangemaakt. En dan kun je er vervolgens zeggen bijvoorbeeld body. En die heeft in SCSS eigenlijk dezelfde syntax als je het gewoon normaal gebruikt. Is een background color. En dan ga ik die variabele gebruiken, S-achtergrond. Daar staat hij. Goed, dan kan ik vervolgens kijken of dat ook met mijn CSS is gelukt. Ik kan style CSS gebruiken. Die is dus gecompileerd. Hier zie je dat ook. Je ziet ook dat er een style SCSS map is aangemaakt. Dat gebeurt met het compileren steeds. Op deze manier gaan we verder geen gebruik van maken. En als het goed is, zien wij in ons eigen document hier, een site met 6, zien we ook die pink achtergrond. Dus op dit moment is 6 operationeel en daar gaan wij straks mee aan de slag.